Ja, alle ogen zijn nu gericht, natuurlijk, op de kakelende kaag, beste vrienden. Ja, onze Wopke, we hebben het allemaal gelezen. Ja, ja, ja. 2030 is niet meer heilig. Ja, onze Wopke is natuurlijk gebeld vanuit de provincie. Ja, vanwege de verkiezingen volgend jaar maart. Ja, want CDA was natuurlijk altijd de club van de boeren en noem maar op. Ja, dus die weten gewoon van CDA is opgeheven na die verkiezingen. Dus die zijn gebeld vanuit die provincie. Doe in godsnaam wat en zeg wat en regel het. Ja, dus Wopke zegt, oh, het is niet meer heilig. Nee, het kan ook 2035 worden. Nou, oké, goed. Maar binnen de coalitie, regeerakkoord, ja, dan valt dit natuurlijk niet zo goed natuurlijk. En kakelende kaag, die wil niet toegeven. Nee, die houdt nog steeds pootje gestrekt. Gewoon zo. Nee, die geeft geen meter. Niks. Kakelende kaag. Die heeft al. Nee. Het wordt 2030 en verder niks anders. Ja. Dus, nou gaan we zien. Binnen die ministerraad. Ja, wie er de baan. Kijk, Rutte, die laat gewoon zijn kopje hangen naar de kakelende kaag. Maar nu gaan we zien wie er de baas is. Kijk, gaat Wopke deze uitspraak overeind houden? Ja. Of gaat hij meebuigen met het geschreeuw van de kakelende kaag? En die zegt, nou je kop dicht. En we gaan het doen zoals we hebben afgesproken. Nou, dat gaan we dus zien. Alle ogen dus gericht op de kakelende kaag. En dan hebben we natuurlijk het verhaal van de koopkracht. Ja, want de meeste gezinnen in Nederland, die gaan er 7% op achteruit. Ja, en iedereen die zit maar te kijken naar die kaag. Zijn die oogjes zijn weer gericht op de kakelende kaag. Want wanneer gaat de minister van Financiën, want dat is die kaag. Ja, wanneer gaat hij eens wat doen? Hey, wanneer komen de maatregelen? Buitenland zijn ze al lang bezig. Die hebben al lang voorgesorteerd op die inflatie. Dus die zijn al druk aan de gang. Nederland niet, nee. Kakelende kaag moest eerst uitgebreid op vakantie. En kakelende kaag, die zit nu te horen, we horen nog niks. Want waar blijven de maatregelen? Want straks kunnen de mensen helemaal niks meer betalen. Hun boodschappen niet, energie, de rekeningen, doe het allemaal maar op. Dus ja, vrienden, wij hebben allemaal onze ogen gericht, ja, op kakelende kaag.